Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik make-up testen van Lidl. Lidl heeft sinds een tijdje namelijk make-up in hun vaste assortiment zitten. En het leek mij gewoon heel erg leuk om dit uit te testen. Voorheen verkocht Lidl ook wel eens een keertje make-up en dan was het echt een keer een tijdelijke actie. Maar nu zit het dus in hun vaste assortiment en daar hebben ze gewoon een aantal producten voor het gezicht in zitten. De producten kosten allemaal 2 euro per stuk, dus het maakt niet uit of dat je een foundation of een nagellak koopt. Alles is 2 euro. Het is lekker goedkoop. De producten zijn van het merk Shein. En normaal gesproken schrijf ik eigenlijk altijd reviews over make-up producten, maar het leek me nu wel heel erg leuk om een keertje een video te maken met producten van Lidl om gelijk te testen hoe het mij bevalt. Dan is er een kleine maar. Want zoals ik dus al zei, ze hebben voor een aantal delen van het gezicht hebben ze make-up producten. Dus lang niet voor alles. Dus dan moet je eigenlijk een overweging maken van wat ga je doen. Ga je alleen de producten van de Lidl gebruiken en heb je eigenlijk een half gebakken look op je gezicht zitten? Of kies je ervoor om ook gewoon andere producten van andere merken erbij te gebruiken, dat je een complete look kunt maken. En ik heb gekozen om er inderdaad andere producten bij te gebruiken. Die producten die zal ik gewoon hieronder bij de beschrijving even neerzetten wat ik heb gebruikt, want daar ligt natuurlijk niet de nadruk op. Het gaat echt om de producten van de Lidl. Dus als jij benieuwd bent naar wat ik ervan vind van de producten van de Lidl en welke look ik daarmee kan creëren, kijk dan zeker eventjes gezellig mee met deze video. Naast producten voor het gezicht verkoopt Lidl ook nagellak. En ik heb daar ook een kleurtje van gekocht. Maar ik moet wel bekennen dat ik hier al even mee gecheat heb. Want ik heb al de nagellak die ik heb gekocht, heb ik al gebruikt bij een nagellook. En ja, ik wilde jullie wel gewoon wat over deze nagellak vertellen, mijn mening. Alleen ik ga hem nu niet in deze video aanbrengen. Waarom doe ik dat niet? Omdat als je je nagels lakt, dat is gewoon een heel precies werkje. Het kost heel veel tijd. En ik persoonlijk lak ook altijd mijn nagels 's avonds bij de televisie. Omdat je gewoon zit met de tijd die je nagels moeten drogen. En overdag gebruik ik mijn handen gewoon te veel. Dus is het voor mij eigenlijk onmogelijk om mijn nagels te lakken. Maar ik wilde toch deze nagellak aan jullie laten zien. Ondanks dat ik hem dan wel niet aanbreng, kan ik wel vertellen wat ik hiervan vind. Ik koos namelijk voor dit nagellakje. En dit is de kleur 11 French Look Rose. Dit is dus een nagellakje die je gebruikt bij een French manicure. Ik heb deze look ermee gemaakt. Ik zal zo eventjes de nagellak erbij pakken. De witte rand die je ziet, die heb ik zelf aangebracht. Want als ik een French manicure doe, dan maak ik altijd zelf een witte rand. Het gaat dus echt puur om dit roze kleurtje wat op het nagelbed zit. Ik moet zeggen dat dit kleurtje echt heel erg mooi is. Ik heb vaker roze kleurtjes gehad die geschikt waren voor een French manicure. En heel vaak vielen die kleurtjes heel erg tegen, want er kwam er echt heel weinig kleur van af. En dat is misschien ook wel de bedoeling, omdat je het heel natuurlijk wil houden. Maar ik vind het ook wel mooi als je het daadwerkelijk ook terugziet. En dat had ik met deze nagellak dus wel. Dat ik wel echt de kleur gewoon terugzag. Je kunt het ook wel een beetje zien in het potje. Eén laagje is eigenlijk al voldoende bij een French manicure. Helemaal omdat ik hem in combinatie gebruik met een witte tip. Maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon prima gebruiken zonder de rand wit te maken. Om hem gewoon een natuurlijke look aan je nagels te geven. Met twee of meer laagjes dekt hij gewoon echt je complete nagel. Dat vond ik echt heel bijzonder. Dat je deze kleur gewoon echt heel erg goed terugziet. Ik vind dit echt een van de mooiste roze lakjes voor een French manicure look die ik ooit heb gehad. Dus ik zal hem nog eventjes zo laten zien. Dit is dus de look met deze nagellak. En het gaat dus om de roze kleur die je op mijn nagelbed ziet. Ik ben hier echt heel erg tevreden over. Ik ga
eerst even een primer aanbrengen op mijn gezicht gauw. En primer heeft Lidl niet in het assortiment. Dus ik gebruik gewoon even een primer uit mijn eigen stash. En die zal ik dus eventjes in de beschrijving linken welke ik heb gebruikt. Dus gewoon even meer dat er eventjes wat op zit. Een soort basis. Dan ga ik beginnen met deze foundation. Dit is foundation die zit in een tuber van 30 ml. En ik moet zeggen dat ik het er best wel mooi vind uitzien. Nog niet eens zo heel goedkoop. Je ziet ook dat de producten gesield zijn. Dus ik ga de seal er nu even afhalen. Maar dat is dus iets waaraan je kunt zien dat een product nog niet gebruikt is. Want er liggen ook gewoon vaak echt wel producten die gewoon wel open zijn geweest. Maar ja, ik vind het wel fijn als je echt een gesielde hebt. En dan ziet hij er zo uit. Op de achterkant vind je ook de ingrediëntenlijst. Ik zal hem nu ook even gaan swatchen voor jullie. Er zit een heel klein gaatje in, zoals je kunt zien. De kleur die ik heb gekozen is overigens 010 Shell. Dit is de lichtste kleur. Volgens mij heb je 4 kleuren van deze foundation. En ja, ik vind gewoon een lichtere kleur wat beter bij mij passen. Ik heb hem nu even geswatcht. Ik denk dat hij wel goed bij mijn gezicht gaat passen. Dus ja, we gaan nu even kijken of dat hij ook een beetje goed dekt. Ik heb nu echt wel een beetje oneffenheden op mijn gezicht. Dus ik hoop dat dat een beetje gaat werken. Ik doe gewoon een klein beetje van de foundation op mijn kwast. En dan ga ik het proberen zo mooi mogelijk aan te brengen. Ik vind het soms met een beauty blender wel fijn. Maar ik doe het toch het liefst eigenlijk gewoon met een kwast. Ik blend het dan soms nog wel eens uit. Maar ja, voor mij werkt een kwast gewoon nog het beste. Nou, ik vind het eigenlijk best wel lekker ruiken ook. Er zit niet zo'n hele erge geur aan. Ik zie wel dat ik wat te weinig heb. Ik vind hem eigenlijk best wel egaal aanbrengen. Daar heb ik niet echt heel veel last van. Ik vind het eigenlijk best wel oké uitzien. Het is wel een vrij lichte textuur, heb ik het idee. Ik vind niet echt dat je heel erg de dekking ziet. Want je ziet echt nog wel lichte plekjes hier en daar. De bultjes, zeg maar, moet ik zeggen. Niet lichte plekjes, maar de echte oneffenheden dekt de foundation niet. Dus dat vind ik misschien wat minder. Maar ik denk dat als ik hem even met concealer ga doen, dat ik, als ik die plekjes dan kan wegwerken, vind ik het op zich voor, ja, gewoon zo eigenlijk best wel een prima concealer foundation voor 2 euro. Dus ja, ik vind het een beetje middelmatig, zeg maar. Omdat de dekking niet heel hoog is, vind ik dat best wel jammer. Hij is echt een stuk dunner, heb ik ook het idee, dan andere foundations die ik normaal gebruik. Dus dat is misschien het enige waarvan ik denk, ik vind de kleur heel mooi. Echt. Ja, de dekking vind ik gewoon ietsjes minder. Ik ga nu, omdat Lidl heeft geen concealer in het assortiment. Die ga ik nu gewoon eventjes gauw aanbrengen. Een concealer dus van mijzelf. Die gewoon uit mijn stash komt.
Ook zit er geen compact powder in het assortiment, dus ook deze zal ik eventjes van mezelf gaan aanbrengen. Dat ik het wel belangrijk vind dat het een echte complete look wordt. Dan vond ik wel een bronzing powder bij de Lidl. Dit is een bronzing powder. Deze komt uit een limited collectie. Ze hadden namelijk ook een zomer limited collectie. En daar had je 2 producten voor 1 euro. En daar heb ik dus een bronzer van gekocht. En ook een blusher. Dus ja, ik denk die ga ik wel gewoon testen. Ja, deze zijn dus niet standaard verkrijgbaar. Maar ik denk ja, ik vind het wel leuk om deze dan ook te gaan testen. Ik heb de bronzer in de kleur 4 Almond Shimmer. Ik zal hem even gaan swatchen ook. Of de kleur een beetje. Je ziet hem hier geswatcht. Het is echt... Hij heeft echt een shimmer. Dat zie je ook heel duidelijk op de vingers. Ik ben heel benieuwd hoe dit op mijn gezicht gaat zijn. Maar ik vind de zwartste op zich wel heel goed uitzien, moet ik zeggen. Dus ik ga de bronzer aanbrengen. Ik breng deze altijd aan met een schuin afgesneden kwast. Omdat ik dit gewoon fijner vind. Oh, hij is wel heel poederig. Wow, hij geeft echt heel veel kleur. Ik zie niet heel erg veel van aan te brengen op zich. Maar omdat ik vind dat het wel een beetje mag schijnen, zeg maar, doe ik het gewoon wel. En ik ga hem toch nog even uitblenden. Een beetje op het langs de voorkant van mijn hoofd. Wow, hij is wel heel donker. Oh. Oh. Dit is wel echt... Er zit in ieder geval heel veel pigment in. Daar kunnen we niks van zeggen. Ik kan een heel klein beetje langs mijn neus doen. Ziet er altijd zo charmant uit zo. Zo, even dat losse poeder eraf. Dan ga ik hem even inblenden met deze kwast. Zodat het wel een mooi effect gaat krijgen, hopelijk. Kijk, dat ziet er gelijk een stuk beter uit. Ik vind het gelijk echt wel wat mooier zo. Zo is die gewoon uitgeblend en zie je niet meer dat hij zo heel erg donker is. Dus dat effect vind ik gewoon een stuk beter. Maar het is een vrij heftige bronzer met ja, toch echt wel een shimmer. En ja, ik denk voor de zomer vind ik het op zich best wel mooi ook eigenlijk. Vooral nu ik hem wat heb ingeblend, je vervaagt hem een beetje, zou je ook nog wel een heel klein beetje nog zo kunnen doen, zodat hij ietsjes, die kleur toch nog weer iets meer tevoorschijn komt. Maar op het algemeen vind ik het eigenlijk wel heel mooi eruit zien, moet ik zeggen. Wat ik net al zei, deze 2 producten die kocht ik voor 1 euro. En dit is dus de rouge en deze heeft de kleur 02 Nectarine. Deze ga ik ook even swatchen. Hm.
dus wel heel erg mooi. Ik heb hem even geswatcht. Ik vind de kleur er wel heel erg mooi uitzien. Dus ik denk, ik ben heel benieuwd hoe deze op mijn gezicht gaat uitvallen. Ik vind het er niet verkeerd uitzien zo. Ik ben heel erg benieuwd of deze rouge ook weer zo poederig gaat zijn. Ja. Wauw, hij is wel heel erg mooi. Hij is wel echt lekker fris zo. Vind ik niet verkeerd. Ik vind ook twee lagen is eigenlijk meer dan genoeg. Het moet niet een heel donker plaatje gaan worden. Ik vind het wel heel erg mooi staan, jongens. Want ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind de combinatie zo wel heel, heel erg tof. Ja, ik vind het niet verkeerd. Highlighter heeft de Lidl niet, dus ik ga zelf even een highlighter aanbrengen in de stickvorm. Gewoon om het even een extra glow te geven. Ook voor de wenkbrauwen heeft Lidl geen product. Ik ga zelf even een product snel aanbrengen. Want dat vind ik altijd wel belangrijk, dat de wenkjes ook meegenomen worden. Dan breng ik even een oogschaduwbasis aan, want die heeft Lidl ook niet. Maar dat vind ik wel fijn, zodat alles net wat beter blijft zitten. Dan heb ik vier kleurtjes oogschaduw. Ze hebben ook gewoon vier kleuren in het assortiment. En ik dacht ik ga ze ook gewoon alle vier kopen. Zodat ik er ook gewoon echt een hele ooglook mee kan maken. Ook deze zijn dus gesield. Ik zal de sieltjes er even afhalen. Zodat je het beter kunt zien. Even kijken hoor. Dit is de kleur Vanille Cream. En ik vind de plaatjes die de binnenkant hebben ook wel heel erg leuk, zo'n patroontje. Dus dat is die. Dan heb ik een roze kleur. Die gaan we ook even ontzielen. Deze heeft de naam Rose Garden gekregen. En die ziet er dus zo uit. Dan heb ik een blauwe kleur. En dit vind ik best wel gewaagd, denk ik. Ik weet het niet. Deze heeft de naam Blue Sapphire. En die ziet er dan zo uit. Beetje poederig. Hij zit al langs de rand. Hij was wel gesield. En de laatste kleur, dat is een bruine kleur. En deze heeft de naam
Brilliant Brown. Die ziet er een beetje strak dicht. Zo uit. Ik ga eerst weer even alle vier de kleurtjes swatchen. Ik zal ze even swatchen ook hoe ik ze heb laten zien. Kleurvolgorde. Ik heb de kleurtjes geswatcht. De bruine en de blauwe zie je nog wel redelijk. Maar die andere twee kleuren zijn toch wel echt heel erg licht. Ja, we gaan even kijken wat het op mijn ogen doet. Maar van de swatches word ik nog niet zo heel erg vrolijk, moet ik zeggen. Heel persoonlijk. Ik ga beginnen met de lichtste kleur. Die ga ik in mijn binnenste ooghoek aanbrengen en op het wenkbrauwbot. Ik denk dat die als highlighter wel echt heel geschikt is. Ik loop nu niet zo heel erg warm voor jongens voor deze kleur. Hij is toch wel echt heel erg licht. Ik dacht echt dat dit een hele mooie kleur zou zijn om te gebruiken als highlighter, maar dat valt eigenlijk best wel tegen. Nee, je ziet hem echt bijna niet. Ik vind hem ook echt heel erg poederig. Hij heeft niet het highlight effect wat ik had gehoopt dat hij zou hebben. Een beetje jammer. Dus de vanille cream die vind ik niet zo'n groot succes. Ik ga deze bruine kleur, dat is de Brilliant Brown, die ga ik in de arcadeboog aanbrengen. Ik hoop dat dit meer succes gaat hebben. Het zijn wel echt kleurtjes die je heel erg moet opbouwen, merk ik. Ik probeer zo vier laagjes aan te houden. Nou, we gaan het andere oog proberen. Ik heb er nu vier laagjes op zitten. Ik denk niet dat ik er meer overheen moet gaan doen, want dan wordt het echt zo'n plakkaat, maar de kleur echt bijna niet. Ik ga wel eventjes heel licht met de blendingsbrush eroverheen. Dus gewoon puur om de, het streperige effect eruit te halen. Maar niet echt om hem in te gaan blenden. Want dan zie je er helemaal niks meer van terug, vrees ik. Erg jammer dit. Ik had deze Brilliant Brown echt ook wel intenser verwacht. Ik vind hem echt heel erg licht. Misschien zometeen in combinatie met de andere kleur dat ik het nog heel bijzonder ga vinden. Maar tot nu toe ben ik er niet heel erg blij mee, moet ik zeggen. In de buitenste ooghoek ga ik deze blauwe kleur gebruiken. En dit is dan de Blue Sapphire.
ik hoop dat dit wat meer succes heeft. Ik weet ook helemaal niet of de kleuren wel een beetje bij elkaar gaan matchen. Het is wel... Er komt wel wat pigment van af, maar hij is lang niet zo blauw als in het doosje. Ik ga bij deze ook 4 laagjes doen. Dat vind ik vaak wel de max. Ik denk niet dat er nog meer kleur gaat afkomen hoe meer laag ik ga doen. Je ziet hem wel redelijk terug. Dat moet ik wel zeggen. Ik ga hem zo natuurlijk wel even blenden. Dus deze heeft wel echt wat meer pigment dan de andere twee kleuren. Maar het zijn wel echt kleurtjes die je op moet bouwen. Dat heb ik al wel in de gaten. Deze zie je dan wel weer echt terug. Ik ga hem nu even blenden, want dit ziet er wel heel bijzonder uit zo. Dat betekent wel natuurlijk dat we hem weer wat vervagen qua kleur. Maar ja, oogt hij wel iets natureller. Ja, die Blue Sapphire die kan eigenlijk er wel mee door. Die is qua pigment gewoon echt wel aanwezig. Dat ik zeg, ja, die zie je echt terug. Ik zie ook nog wel een heel klein beetje van het lichtbruin. Maar dat is echt heel minimaal. Dus moet je echt heel goed kijken. Maar deze vind ik wel echt heel erg mooi. Op het bewegend ooglid ga ik de roze kleur aanbrengen. Dus dat is de Rose Garden. Dus ik ben heel benieuwd of we hier ook nog wat gaan terugzien. Het wordt wel een heel bijzondere look zo met die kleurencombinaties. Nou, als je heel goed kijkt, zie je hem wel terug. Alleen zou ik deze eerder voor highlighter door laten gaan dan de eerste kleur die ik gebruikte. Wat vinden jullie? Op zich kan dat er nog wel mee door. Ik kan het ook even doen. Het is wel een hele bijzondere creatie zo geworden. Ja, deze vind ik dan op het oog wel weer heel erg mooi. Deze. Ja, deze twee zijn pigment wel oké. Maar deze twee die vallen me echt wel heel erg tegen. Dus dat vind ik wel jammer. Ik breng even snel een eyeliner aan. Lidl heeft geen eyeliner in het assortiment, dus die ga ik ook van mezelf even gebruiken. Maar ik vind dat toch wel altijd echt een beetje belangrijk, omdat het de look afmaakt. Ik
breng ook even een oogpotlood aan. Ik vind dat zelf altijd heel erg mooi staan. Deze is ook van een ander merk. Dan heb ik een volume mascara. Deze is dus wel weer van de Lidl. Heeft ook weer zo'n fijne sealing. Bij elk product even handig, moet ik zeggen. Je hebt deze in twee varianten. Je hebt dus de zwarte kleur, dat is de gewone. En je hebt hem ook in een blauwe. En dat is een waterproof. Het is een volume mascara, zoals ik al zei. Ik ga even kijken wat voor borsteltje het heeft. Een rubberen borsteltje. Nou, ik ga even kijken hoe dit gaat aanbrengen. Ik ga wel eerst even nog mijn wimpers krullen, want dat vind ik altijd wel heel fijn. Zo. Ik ben niet zo heel groot fan van die borstels, jongens. Het is echt. Nou, ik geloof niet dat ik het heel veel volume vind geven. Je ziet wel degelijk dat ik een mascara draag, maar ik vind hem niet heel volumieus. En ik vind het borsteltje vind ik echt totaal niet fijn. Het doet gewoon zeer met aanbrengen. Vooral als je hem echt vanaf het begin van je wimpers wilt aanbrengen, doet dat gewoon serieus pijn. Nee, ik zie het volume licht terug, maar ik bij volume valt het bij mij toch echt onder intens zwart. Echt een wauw effect en dat geeft hij niet. En ik vind het borsteltje echt totaal niet prettig wat er bij deze mascara zit. Voor de lippen heb ik meerdere producten. En ik heb hiervoor twee lippenstiften en een lipgloss. Ik ga beginnen met een lipgloss. Ik heb de kleur 13 Rich Gento. Volgens mij is het geen matte lipgloss. Het staat er tenminste niet op. De kleur ziet er wel leuk uit, moet ik zeggen. Nu gaan we hem beter zien, want nu zit natuurlijk dat plastic hier nog omheen. Dan krijg je het niet helemaal de juiste gedachte erbij. We gaan hem natuurlijk even swatchen. Die onderkant er even op zitten. Zo ziet het er dan uit. Even een swatch maken. Oh, hij ruikt wel super lekker. Zo ziet de swatch eruit.
Ik vind de geur wel echt heel erg lekker, moet ik zeggen. De applicator is ook wel wat anders. Hij loopt een beetje rond af. Dus een beetje anders. Ik ga hem gewoon eens aanbrengen en even kijken hoe dat staat. Niet heel erg verkeerd. Ik vind hem wel mooi eigenlijk. Hij is niet super intens, maar het geeft wel echt een mooi kleurtje aan de lippen. Dus ja, over de lipgloss ben ik op zich wel tevreden. Hij is wel glossy, maar ja, op zich is dat niet zo heel erg. Ik vind hem wel heel erg mooi. Dan de twee lippenstiftjes. Ik zal ze eventjes uit hun verpakkingje halen. Zo komt het ook. Ik heb een hele mooie paarse kleur. Ik zal hem gelijk even zwart. Ze heeft deze ook een naam. Ja, deze heet 37 Sweet Violet. Ik doe het gewoon even op mijn hand. Ziet er wel heel mooi uit. En dan heb ik 11 Fuchsia Pink. Die ziet er zo uit. Het zijn wel volgens mij glimmende. Dit zijn de zwartjes. Zien er niet verkeerd uit. Ik ga eerst eventjes de violet kleur aanbrengen. En daarna zal ik de andere kleur even aanbrengen. Eerst de paars kleur. Ik vind het op zich wel een heel leuk kleurtje. Bij bepaalde looks vind ik dit wel heel erg mooi. Ik vind hem niet verkeerd. Ik vind de dekking ook wel mooi. Vaak is dat met paars wat moeilijker. Maar bij deze heb je daar totaal geen last van. Dan breng ik de Fuchsia Pink even aan. Ook wel een heel mooi kleurtje. Niet zo heel aanwezig, vrij naturel. Ja, ik vind de lippenstiften en de lipgloss, daar ben ik eigenlijk wel heel erg tevreden over. Die kleuren vind ik wel heel erg mooi. Dan wil ik toch nog even de balans opmaken met de producten die ik dus wel fijn vond en niet fijn vond. De producten die ik absoluut fijn vond, dat zijn de lipgloss. De twee lippenstiften, deze en deze, super fijn. Deze twee oogschaduwkleuren vond ik fijn. En de rouge en de blush, die vond ik ook heel erg mooi. Ook heel erg fijn. Ja, dan de producten die ik niet fijn vond. Dat is ja, toch deze mascara. Weinig volume. En het borsteltje vond ik gewoon echt niet prettig. En deze twee oogschaduwkleuren vond ik ook echt niet fijn. Want die geven gewoon bijna geen pigment af. Ja, en dan zit ik natuurlijk nog met die foundation. En dat blijft een beetje een twijfelgevalletje. Ja, ik vind de kleur vind ik goed, maar ik vind de dekking heel matig. Dus ja, dat vind ik jammer. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen van... Ik heb er een gemengd gevoel bij. Kleur is mooi, dekking niet helemaal perfect. Maar misschien voor een lichte zomerdag dat hij op zich wel lekker is, omdat hij niet heel zwaar en dik op de huid ligt. Dus... Ja, misschien dat ik hem voor de zomer wel fijn vind, maar voor de winter zou ik hem zeker niet gebruiken.
En ja, de nagellak dan, hè, die vond ik ook heel erg fijn. Daar ben ik ook zeker over te spreken. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien waarin ik de make-up van Lidl testte. Ik vond het zelf wel heel erg leuk om de video op deze manier te maken. Mocht je de video leuk gevonden hebben, doe zeker even je duimpje omhoog. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je graag bij een volgende video weer. Doeg!